Hallo, daar zijn we weer met een nieuw verhaal. En deze keer hebben we het verhaal over alleen maar stoute kinderen. En Mats en Sienna, zijn jullie ook stoute kinderen? Nee. Echt niet? Nee, jullie zijn de liefste kinderen van de hele wereld. Ook niet? Dat wil je ook niet zijn. Nou, eens even kijken wat deze kinderen gaan doen. Sammy logeert bij Daantje. Laten we ons verkleden als Sint en Piet, zegt Daantje. Dat is goed. Sammy klimt op een stoel. Dan ben jij Sint en ik ben Pietje. Nee, zegt Daan, ik wil ook een Pietje zijn. Je hebt gelijk, zegt Sammy. Wie wil nou de Sint spelen? Sint is saai. Kom, we pakken de verf, zegt Daantje. Rood en blauw en groen en geel en wit en zwart. Welke kleur zal ik kiezen? Sammy weet het niet. Er zijn zoveel kleuren om uit te kiezen. Kijk eens wat de poes doet. Of wat is het? Een hondje? Die is wel verkleed als Sint. Zie je het? Zullen we gewoon alle kleuren proberen? Vraagt Sammy. Dat vindt Daantje een goed idee. Hij pakt de groene verf en smeert die op zijn gezicht. Er moet ook blauwe bij, roept Sammy. En hij tekent stipjes op Daantjes gezicht. En ook nog rode stipjes en gele stipjes. Ah, kijk eens, Daantje, die ziet er leuk uit. Hij is net zo kleurig als de cadeautjes die Sint en Piet brengen op pakjesavond. Oh, kijk eens wat de poes gaat doen. Met zijn pootjes komt hij in de... verf! Oh. Ik wil ook meer kleuren op mijn gezicht, roept Sammy. Alle kleuren door elkaar. Oh, een paar potjes verf vallen al om. Op de bank en op de vloer. Zelfs op de ramen zitten verfspetters. Oh, geschrokken kijken ze elkaar aan. Even zijn ze stil. Dan zegt Sammy. Eigenlijk wordt alles veel mooier als het gekleurd is. Daantje rent de trap op. Laten we het dak op gaan. Dan kunnen we de schoorsteen verven. Ja, zegt Sammy, want pietjes horen op het dak. Daantje glijdt van de leuning. We nemen de pakjes mee naar boven en gooien ze door de schoorsteen, roept hij. Als echte pietjes. Hij pakt mama's boodschappentassen en sleept ze achter zich aan. Wat gebeurt er? Wat zie je? Alle pakjes vliegen uit de tassen, zie je dat? En de potten verf die gooien ze door de lucht. Pas op, zegt Sammy, anders val je naar beneden. Daantje houdt zich vast aan de schoorsteen. Nee, jij moet oppassen, zegt hij, want je gooit bijna een Piet van het dak. Wat is het druk op het dak? Zie je, allemaal Piet op het dak. Wat moet er nog meer worden geverfd, vraagt Daantje. Ja, de stoomboot natuurlijk. Pas op, roept Sammy tegen Daantje, je valt bijna in het water. Nee, jij moet oppassen, zegt Daantje, want je leunt veel te ver over de reling. Opeens staat Daantjes moeder in de woonkamer. Wat is hier gebeurd? Vraagt ze. Ze kijkt niet blij. Daantje en Sammy kijken geschrokken om zich heen. We waren op het dak... en op de stoomboot, zegt Daantje zachtjes, en we waren kleurenpietjes. Sammy kijkt naar de grond. Oh, kleurenpietjes, mama zucht. Maar waarom zit overal verf op? Vind je het niet mooi? Vraagt Daantje. We hebben met de verf gespeeld. Sammy knikt. We wilden allebei een pietje zijn. En toen werd ik groen. En blauw en geel. En Sammy wilde ook een kleurenpietje zijn, zegt Daantje. Een piet kan toch alle kleuren zijn? Dat is waar, zegt Daantjes mama. Pietjes mogen alle kleuren zijn die ze maar willen. Maar jullie zijn wel heel stout geweest. Daantje en Sammy kijken elkaar aan. Dan worden we opruimpietjes, roepen ze in koor. En vanavond mogen we toch wel onze schoen zetten, hè mama? Vraagt Daantje vlug. Mama lacht. Als jullie daarna maar meteen gaan slapen. Het was wel een leuke dag, hè,
vraagt Sammy als ze in bed liggen. Weet je wat ik nou niet snap? Waarom zijn niet alle pietenkleuren pietjes? Ik weet het ook niet, zegt Sammy. Welterusten. Wel. Wat zie je? Ja, er staan de kleuren pietjes buiten. Welterusten, zeggen ze. Dag kindjes thuis. Misschien gaan jullie ook wel slapen. Welterusten.